heel bijzonder en zo dat je Olympische sporters ontmoet. Voor mij is het eigenlijk de eerste Olympic Day als Olympisch kampioen. Ja, geweldig. Ik vind het leuk dat je een rondleiding mag nemen van eigenlijk heel zo'n... Eigenlijk een heel groot plek waar alle beroemde sporters zijn. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Het is erg bijzonder, want niet iedereen maakt dit mee. Ik heb een vraag aan Jelle. Hoe hard ga je op zijn fiets en hoeveel botjes heb je al gebroken? Ik kan beter vragen eigenlijk wat ik niet gebroken heb. En dan kan ik de hele persconferentie vol praten met allerlei botbreuken. Dus dat gaan we niet doen, maar in ieder geval veel te veel. Kan je turnen met de fidget spinner? Ja, wat moet ik dan precies doen? Wat is... Maakt mij niet uit. Heel hard draaien? Ja. En dan? En nu een handstand. Oh, dat gaat niet lukken, denk ik. Voor Chris, als je je verlamde been breekt, voel je dat dan? Nou, dat heb ik gelukkig nog nooit gedaan. Maar ik breek wel heel vaak mijn prothese. Ik heb een vraag voor jullie allemaal. En dat is de vloer is lava. De vloer is lava, jongens! 1, 3, 4, 5. Applaus voor de sporters! Ik vond het heel erg leuk en gezellig. En ik vond het leuk dat er allemaal sporters waren. En ik heb zeker wat geleerd. Veel leuker dan al die standaardvragen van die standaardjournalisten, ja. Oh, als ik eerlijk ben, ja hoor, vind ik het eigenlijk wel leuker. De vloer is lava!